Linda, 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 bedankt. Ik ben wel lang al rustig hier in Eindhoven. Eindhoven was een beetje van Liemde gisteravond. Prins Tuur en zijn adjudant Jan hebben zojuist ruim 31.000 euro overhandigd aan de DJ's van het Glazen Huis. Het geld gaat naar kinderen die hun ouders verloren hebben aan AIDS. Ja, speelt 1. Liemde staat op de kaart en nummer 2 natuurlijk. Eigenlijk is dat nummer 1 de actie. Maar Liemde staat super op de kaart. Dat is nummer 2, maar is wel heel belangrijk. Ja! Alles goed? Het verhaal begint anderhalve week geleden als Prins Tuur en zijn adjudant zich laten opsluiten in het Gazen, ja in het Gazenhuis. Voor elke gedoneerde euro voor het goede doel blijven ze 1 minuut in het huis. Wat begon als een geintje duurde uiteindelijk 8 dagen. Maar we hebben wel zoveel goodwill gekweekt en zoveel goodwill gekregen van, van het dorp Liemde. Dat is buiten proporties, dat is abnormaal, dat is gewoon geweldig. De betrokkenheid bleek ook weer gisteravond. Zo'n 300 Liemdenaren verzamelden zich op het plein om samen met de prins en zijn adjudant op weg te gaan naar het Glazen Huis om daar het geld te overhandigen. In een grote karavaan gaat het naar Eindhoven. Iets na 9 staan ze op de markt, vlak bij het Glazen Huis. Ja, zeer spannend moment. Als je hier Giel Beelen ziet staan, je ziet Gerard Ekdom en consorten, dan is het gewoon top. Dat spanning brengt het altijd mee. Maar we hebben genoeg supporters, dus dat gaat wel lukken. En dan is het zover. Wij hebben opgehaald 31.000. Wow. 761 euro. Wow. Dat is echt geld gewoon. Dat is gewoon, shit. Man, dus dit is gewoon 31.000 euro komt even binnen hier. Linde bedankt, Linde, Linde, Linde.